Hartelijk welkom bij weer een casus van de maand. En we bekijken deze maand wederom een casus uit de huisartspraktijk van huisarts Scarlett Hamers. De casus gaat over een huidafwijking op de rug van een 69-jarige man... die aanvankelijk kwam voor een fruca seborroica in het gelaat. Maar bij algehele inspectie valt ook deze afwijking nog op op de rug. Daar worden geen klachten van vermeld. En uh, laten we eens kijken naar een close-up... We zien een uh, solitaire afwijking, uh, die irriteermateus is en ook licht squameus. Is dit een eczeem? Ik zou je bijvoorbeeld aan een numilaire eczeem kunnen denken. Maar dit lijkt toch wel onwaarschijnlijk gezien het solitair voorkomen en er zijn ook geen klachten. Ook een psoriasis lijkt onwaarschijnlijk. Daar kun je ook nog aan denken, want het is een solitaire afwijking en de witte schilfering ontbreekt. Dus het kan een verdachte afwijking zijn. Dus laten we naar de dermatoscopie gaan kijken. We kijken hier naar een gepolariseerd beeld. En wat vind je daar nu van? Is, dit, uh, is deze lesie pluis of niet pluis? Wat zou je doen? Zou je een excisie verrichten met 2 mm marge, een biop nemen, patiënt geruststellen of een follow-up plannen na 3 maanden? Of met spoed verwijzen naar de dermatoloog? Nou, vermoedelijk kies je hier voor een excisie, biopt of een spoedverwijzing. Laten we nu ook het dermatoscopieplaatje ontleden. En het eerste wat opvalt is dat er sprake is van chaos. Je ziet veel kleuren, veel patronen. En dat maakt de lesie niet pluis. En gelukkig hadden we al besloten om actie te ondernemen. En als we nu kijken naar het dominante patroon in deze huidafwijking zien we vooral een patroon van lijnen. Er zijn verschillende soorten lijnen te zien. En uh, om maar eens even te beginnen bij de lijnen in de periferie. Daar zijn brede bruine lijnen te zien, onder andere hier, maar je ziet ze eigenlijk vrijwel symmetrisch in de hele afwijking. En die lijnen die leiden naar een centrale basis. Naast die bruine radiaire lijnen zijn er ook nog witte lijnen te zien. En deze lijnen zie je alleen maar als je gepolariseerd kijkt. En ze verwijzen naar fibrose van de afwijking. Tot slot zien we ook nog een patroon van kloddels, met name oranje kloddels, en die verwijzen naar microulceratie. De witte lijnen en de ulceratie zijn sterke aanwijzingen voor een maligniteit. En uh, die kun je onder andere zien bij het en het melanoom, en dat is hier de belangrijkste differentiaaldiagnose. Maar op basis waarvan kunnen we nu differentiëren tussen deze twee diagnosen? Want een melanoom verwijs je met spoed en een basaalzakasgenoom behandel je bij voorkeur zelf in de huisartsenpraktijk. Nog even terug naar het beleid. Het is dus belangrijk uh, om hier actie te ondernemen. Maar als er een melanoom in je DD staat, mag je dan wel een standsbiop nemen. Bij voorkeur uh, verricht je dan een excisiebiop met tenminste 3 mm marge. In het geval van een basaalzakasgenoom is die dan meteen correct behandeld. En mocht het dan toch om een melanoom gaan, dan is er geen kans op sample error of een verkeerde schatting van de Breslow dikte. Maar is een spoedverwijzing toch niet de beste optie hier? Nog even weer terug naar de dermatoscopie, want we hebben hier een sterke aanwijzing voor een gepigmenteerd basaalcelcarcinoom, namelijk de radiaire lijnen die naar een centrale basis convergeren. In de literatuur en in de metaforische Terminologie wordt ook wel gesproken van spoke-wheel structures, oftewel spaakwielstructuren. Ze hebben een hoge specificiteit voor een gepigmenteerd BCC, zeker wanneer een bruin pigmentnetwerk ontbreekt, zoals je dat verwacht bij een melanocytaire lesie, zoals ook in deze casus hier ontbreekt. Dus met dit inzicht kan afgezien worden van de spoedverwijzing en kan de excisie zelf verricht worden in de huisartspraktijk. Nog even samengevat. We zien hier een patroon van lijnen en klodders, de kleuren bruin, rood, grijs en oranje, met als belangrijke aanwijzingen de bruine lijnen, de witte lijnen en de micro-ulceraties. Nou, de huisarts in deze casus heeft deze afwijking zelf radicaal verwijderd en het bleek inderdaad om een BCC te gaan, deels superficieel en deels nodulair. Een laag risico huidkanker dus, die goed behandeld kan worden in de huisartsenpraktijk. Deze casus laat ons de waarde zien van dermatoscopie bij de diagnostiek van het bazaalcassinoom en bij de differentiatie tussen een bazaalcassinoom en een melanoom. De belangrijkste aanwijzingen zijn hierbij de bruine radiële lijnen die convergeren naar een centrale basis. In de afwezigheid van een pigmentnetwerk is het een sterke voorspeller voor een bazaalcassinoom. Dit onderscheid is niet alleen relevant voor de snelheid van je handelen, maar ook. Voor de keuze om de patiënt zelf te behandelen of niet. Zo zorgen we samen voor dat de juiste zorg op de juiste plek geleverd wordt.